FC Groningen Cambuur A1 ontvangt op Sportpark Corpus den Hoorn de Graafschap A1. De A1 van de FC kan een overwinning zeer goed gebruiken, want met 6 punten uit 13 wedstrijden staat FC Groningen A1 op de 1 na laatste plaats. Dit is een van de weinige hoogtepunten van de eerste helft. De vrije trap van aanvoerder Joel van Nief gaat over het doel van de Graafschap. Na een kwartier in de tweede helft maakt Arjen Hagenouw zich op om in te vallen. Hagenouw kwam vorig jaar zomer over van VV Rode, maar was in de eerste seizoenshelft niet erg gelukkig. De eerste training van het seizoen heb ik mijn lies verrekt. Daar heb ik 2-3 maanden mee gezeten. Toen was ik net weer 3-4 weken fit en weer gevoetbald. En toen heb ik binnen de darmontsteking gekregen. Dus toen lag ik weer tot de winst te bouwen. En daarna zijn we weer begonnen met trainen en weer opbouwen. Hagenouw is 10 minuten voor tijd voor de eerste keer gevaarlijk. Hij probeert met een mooie stift de keeper van Jong de Graafschap te passeren. Maar de bal krijgt te weinig snelheid mee en dus staat het nog steeds 0-0. Ja, achternaam Hagenouw. De verzorger van FC Groningen heet ook Hagenouw. Zijn jullie familie? Ja, dat is mijn vader. Ja. Ja, kijk. Ja, die zit hier al 35 jaar volgens mij. Henk Hagenouw heeft als verzorger veel topwedstrijden van nabij meegemaakt. Hij kan veel van zijn ervaring overbrengen op zijn zoon. Hij geeft wel goede aanwijzingen van gewoon hard werken. En dan komen doelpunten vanzelf wel. En meer kun je niet doen, denk ik. De wijze lessen betalen zich zaterdag meteen uit. Het is de 83ste minuut met de actie van Kazarian. De steekpaas op Hagenouw. En uitstekend afgerond. 1-0. En dat is ook de eindstand. Blijdschap bij Groningen Cambuur A1. Want de zo benodigde 3 punten worden behaald. En die opsteken kunnen Arjen Hagenouw en FC Groningen uitstekend gebruiken. Ja, dat is fantastisch. We staan nu 9 punten, dacht ik. En we staan nu los van NAC. Dus nu kunnen we weer omhoog kijken.